Die mag even Rensen weer. Dat is de tweede keer op hetzelfde punt. Hij heeft daardoor meteen net even het momentum niet. Alonso hield de rug enorm recht hoor. Had ook in tranen kunnen eindigen dit verhaal. Schumacher drukte door. Alonso bleef waar hij stond. Het voordeel is dat hij aan de binnenkant zat. Als je aan de buitenkant zit ben je gezien. En daar zat Schumacher, maar dat kon niet anders, want hij komt de pitstraat uit. Button gaat daar wegvallen. Hier hetzelfde moment. Kijk, hij ziet hem, hij ziet hem. Hij rent extra laat. Zit naar buiten. En hier komen ze gelijk. Zit ernaast. Pal naast elkaar. Ja, dit doet Alonso, ik zeg maximaal. Een toefje meer stuur en je bent niet eerlijk bezig. Nu maak je gewoon maximaal gebruik en hij kijkt ook goed, hij ziet. Met een spiegeltje, met zijn hoofd. Dus het is niet zo van, ik heb mijn oogkleppen op, nee. Hij zit te kijken en laat hem dus, laat hem leven. Och, mooi, mooi, mooi. Goed, net niet dus. En je gaat je toch zo langzamerhand afvragen, want wat Jack ook wel zei, hoe weten ze dat bij Renault?